Welkom bij 1 Petrus 1, vers 14. Petrus is in het vorige vers begonnen met uit te leggen. wat voor gedrag er hoort. bij datgene wat God allemaal gegeven heeft. wat hij in het eerdere gedeelte al beschreven heeft. in de lofprijzing van 3 tot en met 12. En hij schrijft aan de gelovigen in Noord-Turkije: wees wakker. Eh, sta klaar, gebruik je nuchtere verstand. Een mooie gedachte vind ik dat weer. Juist vanwege het geheim van Christus. Waar profeten van alles en nog wat over gezegd hebben. zonder het precies te snappen. en die engelen graag zouden willen kennen, die wijsheid. Maar het was voor jullie. Jullie leren het. Jullie leren de wijsheid van Jezus kennen. doordat je in hem gelooft. En je mag hopen op de genade. je mag rekenen op de genade. die komt bij de openbaarwording van Jezus. En dan schrijft hij erover. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Het laatste stuk is vers 15, ga ik in een apart filmpje behandelen. Ik ga nu alleen over vers 14 wat zeggen. Over die gehoorzame kinderen. Uh, letterlijk staat er: kinderen van de gehoorzaamheid. Kinderen die horen bij of voortkomen uit gehoorzaamheid. En waarom schrijft Peter dat nou? Nou, het is volkomen consequent met wat hij eerder al gezegd heeft: namelijk dat hij zijn lezers beschrijft als mensen die opnieuw geboren zijn: geboren uit water en geest. Geboren doordat de geest van God in hen een nieuw leven is begonnen, vanwege hun geloof en vertrouwen in Jezus. Als je geboren wordt, word je dus ook kind. Nou, en dan loop je vanzelfsprekend tegen de, het feit aan... dat zeker in de Grieks-Romeinse samenleving... de gehoorzaamheid van kinderen van groot belang was. Er werd regelmatig op gehamerd, zeg maar. In wezen is dat nog steeds zo. Daarmee is natuurlijk geen slaafsgehoorzaamheid bedoeld. Daarmee is gehoorzaamheid bedoeld die ervoor zorgt... dat het kind structuren in zijn leven heeft... dat het kind niet in gevaarlijke dingen komt... dat het kind in een situatie van genegenheid mag opgroeien... zonder getraumatiseerd te raken... Daar hoort gehoorzaamheid in thuis. Ben je een kind van God? Beschouw je jezelf tot je eigen verwondering als een kind van God? Dan hoort daar gehoorzaamheid bij. Ik weet wel dat dit, dit is wel een confronterend thema is om over te preken. Hoor, dat geloof oproept en, uh, en verder gaat in gehoorzaamheid. Uh, en zo wordt door sommigen de doop ook beschreven als een daad van gehoorzaamheid. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Dat is ook een van de aspecten van de doop. Wees gehoorzaam aan de, aan de status die God je, vanuit de status die God je gegeven heeft als kind van hem. En dus, schrijft Peters, dat betekent dat je niet opnieuw je in de luren moet laten leggen door de begeerten van vroeger. Leef niet onder het schema van de begeerten, zegt hij. Zegt daar hetzelfde als Paulus, Romeinen 12, vers, vers 2. Die zegt dat ook: Pas je niet aan aan het schema van de wereld, van de samenleving. Want dat is een schema dat echt een heel andere kant op gaat. Loop niet dezelfde begeerten en goden na. Want die kunnen je niet helpen. Begeerte is zelfzucht die in een kramp geraakt is. Peter schrijft erover: jullie werden er vroeger door beheerst. Vroeger, in de tijd van de onwetendheid. Nou, dan moet ik even iets uitleggen over. De, het denkschema, het tijdschema van Petrus. Want hij laat in dit gedeelte van 3 tot vers 21 een soort tijdschema zien. Eerste, en hij onder, verdeelt dat in zes periodes. De eerste periode is die van de oertijd. De tijd voor de tijd. Eigenlijk kunnen we daar niks over zeggen, maar de Bijbel doet het toch. Alleen niet in dit vers, in een ander vers, een eindje verderop. Oertijd is de eerste fase. De tweede fase, daar heeft Petrus het nu over. Dat is de periode van de onwetendheid. Ik leg dat zo wel even uit. De derde fase, dat is de fase waarin Jezus zich op aarde openbaart in zijn lijden en sterven, waarmee de eindtijd al aanbreekt. De vierde fase is de fase van de bevrijding, van de verkiezing ook. Van het vrij worden als mens van het slavenjuk van de zonde door Jezus werkte. De fase van het tot geloof komen en als gelovige gaan leven. En de vijfde, die daaruit voortvloeit, daar zegt hij ook het nodig over: dat is het leven als een vreemdeling op aarde. Nou, dat thema komt nog aan de orde, en de zesde is dan tenslotte de openbaring van Jezus aan het eind van de tijd. Peters geeft dit schema meer of meer. Hij doet het wel eerst dit, dan dat, niet netjes op een volgorde, maar het is wel duidelijk een schema. Hij geeft dat om zijn lezers houvast te geven in de geschiedenis waarin ze ingebed zijn. Een geschiedenis die reikt van voor het begin van de wereld en die reikt voorbij het einde van de wereldgeschiedenis. Ze zijn daar deel van. Een herkenbare loop van de geschiedenis, en geschiedenis van God, waarin zij een plek hebben. En daar hoort ook die periode in waarin ze het eenvoudig zijn, niet wisten. En dan gaat het niet alleen over, heb je wel informatie over God? He, kun je wel wat feiten opzommen over God of over Jezus? Nee, het gaat erom, heb je een relatie met God? Heb je een relatie met Jezus, een relatie van genegenheid, van overgave, van, van liefde, van gehoorzaamheid dus ook, uit de liefde voortkomend? Daar gaat het om. Om een totale toewending van een mens naar God, die zich totaal naar de mens toewendt. Het gaat dus niet alleen om verstandskennis, dat is ook belangrijk, want je moet, je moet je verstand gebruiken, dat heeft hij net gezegd in het vorige vers. Maar het gaat om een totaliteit van je hele bestaan. Onwetendheid, zo noemt hij dat. Het is natuurlijk heel akelig om te horen van mensen die een hoop verstand hebben en een hoop geleerd hebben. En niet, niet die band met God kennen. Hoezo onwetendheid? Ik weet een heleboel, ja maar. Helpt het je dan ook om antwoord te geven op de uiterste vragen van het leven en op het doel van je eigen bestaan? Uh, mijn ervaring is van niet. De, de grote existentialisten zeggen dat ook. Het leven heeft geen doel. Het enige wat je kunt doen is je erin storten. Nou, geef mij dan maar geloof. Dan weet ik tenminste waar ik vandaan kom, waarom ik hier ben en waar ik naartoe ga. Perfect. Dat vind ik echt een hele ondersteuning en een verbetering. Onwetendheid brengt ons op dwaalsporen. Het brengt ons op de dwaalwegen van de afgoderij. Het brengt ons op de dwaalwegen van uh, onverzadigbare uh, lusten. Dingen die we met alle geweld willen hebben. En dan, ja, dan komen er, er een stuk of wat spreekwoorden. Uh, een spreekwoord van mijn moeder die dan wel eens zei: Meer is nooit vol. Dat uh, is ook zo. Ik wil altijd meer, ik wil meer, ik wil meer. En uh, de, de andere spreekwoorden: het, het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Ook dat is een waar woord. Het is altijd honger naar meer en verder. Nou ja, dat, dat is waar Peters tegen spreekt. Dat is waar hij zich tegen verzet. Laat je er niet door beheersen. Dat was vroeger. Verzet je er tegen. Geef niet weer toe. En hoe doe je dat dan? Door bij God te horen in Jezus. Nou, dat komt komt het volgende vers en hoop ik dan uit te leggen. Mogelijk tot ziens. In elk geval God zegen toe gewenst.